Ja, Merel, hoe vond je het gaan? Ja, eigenlijk wel goed. Ja, ik denk wel goed. Goed genoeg voor wat we hebben geoefend. Ik denk dat het zo goed is als dat hij momenteel kan. Ja. Je hebt natuurlijk wel een ervaren paard. Merk je dat ook op zo'n competitie als deze? Nou, dat ga ik morgen pas merken. Vandaag merk ik vooral dat hij weet wat er gaat komen en dat is dat er morgen een cross komt. Maar hij was super relaxed. Het verstand komt met de jaren bij hem en misschien ook bij mij. Hè? Dat weet je niet, hopen we allemaal. Maar bij hem in ieder geval wel. Dus hij was relaxter dan normaal. Ik denk dat we hem op een kampioenschap nog nooit zo steady hebben gehad. En het is daardoor misschien iets minder spectaculair. En dan laat je, ja, dan krijg je geen sky high punten, maar hij zit er mooi dicht op. Dus dat is goed. Waaraan merk je dat hij weet wat er komen gaat? Hij is bijvoorbeeld niet meer helemaal hier op te galopperen, want hij motort direct op en dan gaat serieus de motor aan. En hij weet precies dat hij hier niet voor dressuurwedstrijd is, zeg maar. Ik weet dat je dan menselijke eigenschappen toeschrijft aan een paard, maar hij weet het wel echt, zeg maar. Ja, morgen begint het spektakel. Kun je eens vertellen hoe jij daarnaar uitkijkt? Ja, ik zie het wel zitten. Ik had de eerste keer cross, vond ik het een beetje zoeken. Ja, niet eens qua pad, maar een beetje over nadenken wat je wil gaan rijden. En de tweede keer liep ik hem en had ik eigenlijk direct mijn lijn, direct mijn plan. Dan wist ik, zo wil ik het doen. En dat is wel een lekker gevoel, want na die tweede keer lopen zei ik, ik kan ook nu al wel gaan. En natuurlijk loop je hem nog vaker, maar het is groot en het is iets overbluffend en dan ook technisch. Maar ik denk dat die van mij dat wel moet kunnen. En wat betekent dat als Merel Blom zo enthousiast is? Hoi, nou als dit al enthousiast is, maar voor mij doen is het redelijk positief inderdaad, voor de cross. Dat betekent dat ik als het goed is morgen het start ook wel uitrijden en denk, we moeten dit wel echt even gaan klussen. Ja, dat moeten we ook, want daarvoor zijn we hier natuurlijk. Het is geen vakantie, want daarvoor is het ook niet goed genoeg geregeld, zeg maar. Maar hoe schat jij je kans in? Dat vind ik altijd heel moeilijk voor de cross. Op basis van de ervaring zou je zeggen dat die van mij het goed zou moeten doen. Maar de ervaring leert ook dat als je in het begin niet in je ritme komt, dat het een heel eind is. Maar het helpt wel als ik gewoon er wel echt voor rijd. Want mijn paard die gaat er in principe wel echt voor. Dus het is vaak een beetje hold on en stick with him en daar gaan we dan. Dus hij zou op basis van de statistieken zeg maar nul en aardig dicht bij de tijd moeten kunnen lopen. Dat is een beetje afhankelijk van de rit die je hebt. Als het overal een beetje geploeter wordt, duurt het lang. Ja. Tot slot, maakt er nog iets uit dat jij vandaag nog dressuur hebt moeten rijden en sommige anderen bijvoorbeeld gisteren? Nee, voor die van mij niet. Als dat zo zou zijn, zou je daar rekening mee houden in de teamplaatsing. Ik vind het wel heel lekker om nu zo 's morgens te rijden, dat ik niet nog vanmiddag heel laat moet. Maar voor die van mij, nee hoor, die is niet moe nu. Hij leek misschien heel kalm, maar morgen is hij wakker.